Oké, wat gaan we vandaag doen? Dat is de grote vraag. Ik heb het antwoord al lang en dat ga ik je nou vertellen. Ik heb haar. En dat heb je wellicht wel eens gezien. Dit is wat het is. Als je mijn video's terugkrijgt, dan zie je soms. Ene keer heb ik een vet showkapsel, de andere keer lijkt het helemaal nergens op. En soms staat het helemaal wild. En soms is het fucking episch en soms is het facten. En daarom dat ik 9 van de 10 keer gewoon zeg, weet je wat, ik ben al klaar. Maar niet vandaag. Ik dacht, het lukt me gewoon nooit. En het hebben ongetwijfeld, want heel veel van jullie ook. 9 van de 10 keer sta ik voor de spiegel. En dan... Dan denk ik, jezus, wat een kutkop haar heb ik. Terwijl je als je dan bij de kapper bent, en dan gaat het een beetje zo doen. En uiteindelijk dan zit het en dan denk je, wow, gee, fucking goed gedaan. Maar niet vandaag. Normaal gesproken is mijn haar nat. Normaal gesproken is mijn haar nat. Ga ik even doen. Ja. Nou, daar zijn we. Kom met zo'n beautyblogger nu. Dan gaan we met deze. Dan gaan we zo doen. Dan. Je moet het dan zo gaan doen. Ik zal een tool voor. Dat is deze. Haartjes zo strak naar achteren. Tot zover. Hallo, ik ben Kelvin en ik heb hier aan. Dan, peun. Dan, peun. Nou is het de bedoeling dat je peunt in model. Dat heb ik gehoord van de kapper. Die zei, Kelvin, doe het gewoon zo. Doe het gewoon peunt van dit model. Dus dat gaan we proberen. Nou moet ik toegeven dat het best goed gaat tot nu toe. Dit is de struggle die ik heb, jongens. Dit is de struggle. Begrijp het alsjeblieft. Als ik haar bijvoorbeeld zo heb. Dit is een beetje de manier waarop het hoort. Ja? En ik moet even oprapen van de grond. Dus dat doe ik dan. En dan sta ik er nog op. En dan is dit. Merk je hoe de struggles zijn? Dan denk je natuurlijk, Kelvin, waarom gebruik ik niet gewoon gel? Nou, dat is dus ook hetgene wat ik nu ga doen. Dit gebruik ik, matte klein. Gel heeft bij mij nooit echt goed gewerkt, want daar werd ik er plakkerig en vreemd van. Kijk, ik moet gewoon er even zo in. Als ik het zo achterover wil doen nu, hè. Het gaat gewoon die kant op. Dus dan blijf je over met 3 keer niks. En als ik nu zo sta, dan ben ik fucking jaren 70 dit. Dit kan toch niet? Oh, maar dit is niet. Dit kan niet. Dit is zo. Man. Wat je nu wil maken, kijk, eigenlijk wil je het. En ja, ik weet ook gewoon, misschien moet ik het ook nog toegeven. Ik weet ook gewoon niet precies wat ik wil in het leven. Dat is misschien het probleem. Fucking punt hier al nu. Zie je dat? Dit is het ook niet. Matte klei. Zo, een beetje graag verdelen dat je. Ik blijf maar praten over problemen, maar het is gewoon een issue. Nou, nu even zijn. Dit is niet eens zo messed up. Dan normaal gesproken denk ik van, dan ben ik op dit punt, denk je, dan is het ongeveer 10 minuten later. En dan denk ik van, oké, fuck it, ik doe gewoon dit. Klaar! Niet vandaag. Dan ben ik nu precies wat ik in mijn haar heb. Dit is haarspray. Sublieme fixatie. Houd een kapsel in vorm. Nou, dat is ongeveer de bedoeling. Deze shit stinkt echt. Kijk, het probleem is, je moet een soort van goede balans vinden tussen gladjaren en out of bed. We gaan gewoon even kijken of het fucking lukt. L'Oreal stinkende gouden spuitmeuk. Het stinkt echt. Het is niet alsof je een heel raar chemisch scheurtje ruikt, maar het is echt gewoon vies. Zoals je net hebt kunnen zien. Als we het daadwerkelijk hebben. Fixatie. Dan gaan we even de eerste test doen. En dat is gewoon de gens. En de gens die zorgt ervoor. Kijk, weet je, gedurende elke dag maak je wel eens een keer dans. Dat is niet zo. Dan ga ik met losjes voetjes. Oh, daar gaat het al. Dan gaat het al. Dan gaat het al. Zie je dit? Oh, hoe kan dit? Ik kan me niet voorstellen dat deze shit zegt dus dat je haar blijft zitten op de manier waarop het zit als je erin spuit. Kijk dan hier. Deze shit werkt voor geen meter. En dat snap ik gewoon niet. Ik snap het niet hoe je er iets kan verkopen wat gewoon niet werkt. Dit is het punt waarop ik dus dan op straat loop en denk van, kijk in een raam waarin je de spiegeling en denk, wat de fuck is dit? Waar komt dit zwarte gat vandaan? Besta! Kleur, man. Kijk, als ik dat nu weer gewoon doen, dan denk ik, dat is wel leuk. Oké, jongens. Ik heb jullie ook nodig. Nou, laat in de comments alsjeblieft weten, op basis van wat je net gezien hebt, hoe ik ervoor zorg dat ik het gewenste resultaat behaal, zodat ik ook over straat kan als boybandlid. Want dat wil ik graag, zo wil ik er graag uitzien. En als ik er zo uitzie, dan lijk ik op een boybandlid van 1970. En daar heb ik helemaal geen zin in, dus ja. Dus laat me alsjeblieft in de comments weten, hoe doe je je haar als man zijnde? Wat voor shit gebruik je? Deze shit werkt voor geen meter. Ik ga jullie ideeën, de dingen die jullie in de comments zetten, ga ik in de volgende video, ga ik daadwerkelijk proberen. Dan ga ik gewoon kijken of het lukt. Dat lijkt me super goed. En bedankt voor het kijken. I love you. Kelvin out. Oké. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, wat? Fuck! Shit! Maar toen ik het beeld terugkeek, toen wist ik al lang, oké, zo. Nu ben jij aan de beurt. Ga maar even. Dirk! Dirkje! Oh! Carolientje.